Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is uit Job 19. En het thema van de dienst is: Mijn Verlosser leeft. Mededelingen namens de kerkraad op 25 september aanstaande. Zal er kerkvisitatie gehouden worden? De fysieke collecte deze morgen is voor de voedselbank. En ook de avondmaalscollecte is bestemd voor de voedselbank. En u kunt de andere collecte overmaken op de bankrekening van de kerk. Ter ondersteuning van de erediensten. We gaan nu zingen Psalm 21, vers 13, de schoolpsalm. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Daar gaat het vanmorgen over. En in de psalmen die we gaan zingen, komt dat woord ook keer op keer naar voren. Zo ook in psalm 25, vers 8 en 10. De laatste woorden van vers 10, dan zingen we: Laat uw hand in tegenspoed, dat wat Job ook ervaart, Israël verlossing zenden. Psalm 25, vers 8 en 10.
We luisteren samen naar de wet en het van de 10 geboden en ook de samenvatting die de Heer Jezus geeft. En vervolgens zingen we Psalm 70, vers 1. Daal haastig ter verlossing neer. Psalm 70, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
We mogen samen in ons gebed tot de Heere gaan. Dan zullen we ook een aantal mensen in het bijzonder noemen. We zullen samen de naam noemen van broeder Schuurman van Weverij 38. Hij is tijdelijk thuis, omdat de bloeddruk onder controle is. We doen ook voorbeden voor hem dat hij op 27 september zal worden opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein, waar hij de weken na een zware ingreep zal ondergaan vanwege de meest gevaarlijke aneurysma. Hij heeft er twee en de meest gevaarlijke willen ze als eerste aanpakken. We zullen ook bidden voor zuster Hetty Dekker, dagbouwoogelaan 20. Zij moet op 28 september een ingrijpende operatie ondergaan aan haar zenuwstelsel. Dit in verband met de bloeddoorstroming naar haar handen. We zullen samen ook bidden voor broeder en zuster Peter en Miranda van Vught van de Albert Schweitzerstraat 4. Want de vader van Peter is op 13 september in de leeftijd van 85 jaar door de Heere thuisgehaald. We zullen samen ook bidden voor dominee L.A. den Butter van Rijnsburg. Hij heeft in het verleden verschillende keren ook in onze gemeente gepreekt. Afgelopen vrijdag heeft hij een hartstilstand gekregen en ligt nu op de IC, is in coma. De situatie is zeer zorgelijk. Zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Machtige Heere, grote Verlosser, iedere dag kneden uw handen ons leven als klei. En zo vormt u ons naar uw plan. En dat wilt u ook vanmorgen weer doen. En wilt u dan als die grote Verlosser ons dan ook vrijmaken? Vrijmaken van slavernij, van zonde. Vrijmaken van slavernij, van dingen die we te belangrijk vinden. Verlos ons, Heere, van de macht van de boze. Verlos ons van dat wat ons in de greep houdt. Misschien wel juist met het oog op vanmorgen, als we samen het avondmaal mogen vieren. Verlos ons, Heere, van onze zonde, onze schuld voor u. En werkt u met uw geest in ons aller hart. Van u hier zijn of op afstand deze dienst volgen, werk met uw geest. Troost ons in verdriet. Vermaan ons waar we de verkeerde kant op gaan. Vorm ons daar waar er dingen zijn die anders moeten. Grote God, we danken u dat we vanmorgen in deze eerste morgendienst mogen samenkomen. In alle rust en vrede. Dat de dingen alweer klaargezet zijn. Dat we het woord mogen openen, zingen. En dat we zo bij brood en wijn mogen zien, proeven en ervaren. Dat u echt de Verlosser bent. En geef dan dat wij allemaal mogen bijvallen. En mogen zeggen dat u mijn, dat u onze Verlosser bent. Als het nog niet zo is, Heren, wil daar vanmorgen dan verandering in brengen. Schenk ons het geloof. Laat ons opnieuw geboren worden. En laat ons onszelf dan bekeren tot u, de levende God. We danken u, Heren, voor al het goede in deze week van voorbereiding, bezinningsuur, alle gedachten van onze kant die goed waren, onze gebeden. Heren, en ziet u dan ook vanmorgen, zoals we samengekomen zijn, naar ons om en geef ons een goede dienst. Wees in het bijzonder bij ons als we het misschien ook spannend vinden. Spannend om überhaupt avondmaal te vieren, of omdat we toch ook wel heel erg twijfelen. Want we zien op onszelf en van ons gevoel zo weinig zien van uw werk in onze levens. Heren, open onze ogen. Verlicht ons verstand. En laat ons de hoogte, de diepte, de breedte en de rijkdom van u zien. Als de grote Verlosser. Dat de reiniging is voor alle zonden. Heren, wilt u ook zijn bij degene die misschien wel bij deze ochtendgroep horen, maar die bewust zijn thuisgebleven, omdat het avondmaal is, om wat voor reden dan ook. Heer, werkt u in hun hart. Zegt u degene die er misschien wel hadden willen zijn, maar niet kunnen. Omdat gezondheid niet toelaat. Omdat er zorgen zijn. Heer, dat kan heel jammer zijn, om geen avondmaal te kunnen vieren, maar wees dan ook op afstand nabij. Spreek ook dan tot ons hart. En geef dat we in alle omstandigheden mogen weten dat u, de Verlosser,
onze Verlosser, leeft en dat het nou alles anders maakt. Heren, wij bidden u zo. Ook voor de kinderen, de jongeren, voor degenen die niet gerechtigd zijn om het avondmaal te vieren. Geef dat ook zij een gezegende dienst mogen hebben. Dat ze een verlangen mogen krijgen om het ook te belijden. Om ook gesterkt te worden. Om het ook te mogen doen tot gedachtenis aan u. Heer onze God, we willen u hartelijk danken dat de bloeddruk van broeder Schuurman onder controle is. Heer, het was heel spannend, hoe zou het gaan? Maar u heeft zegen willen geven en het is gelukt om de bloeddruk naar beneden te krijgen. Heer, wilt u hem helpen om zich rustig te houden? Zegent u hem samen met zijn vrouw als ze heen leven naar een opname en een hele zware ingreep? Gaat u mee, Heer. Zegent u. En verblijft ons zo met uw daden. En geeft dat ze samen uw lof mogen verkondigen. En dat ze als gezin mogen zien dat u hen niet loslaat. We vragen u ook, Heer, om uw zegen voor zuster Hetty Dekker. U weet dat ze die ingrijpende operatie moet ondergaan komende week. En een zenuwstelsel. De artsen kunnen veel bedenken en uitvoeren. Maar Heer, het is ook een kwetsbaar gebied, het zenuwstelsel. En zonder u, Heer, zonder u wordt het sowieso niets. En daarom vragen we u, gaat u met haar mee? Zegent u de artsen? Geef dat ze hier doorheen mag merken dat u naar haar omziet en dat het verbetering geeft in de bloeddoorstroming van haar handen. Wees zo bij haar en haar gezin. We vragen u ook, Heer, om uw troost, om uw kracht voor broeder en zuster Peter en Miranda van Vught. U weet, Heer, dat ze kort geleden bij het graf stonden. Want de vader van Peter is thuisgehaald. Hij mocht belijden. Uw genade is voor mij genoeg. Heer, dat is troost. En tegelijkertijd blijft de lege plaats er. Wees zo bij Peter en Miranda, bij hun gezin. Ieder die een lege plaats ervaart, troost u ze. Zegent u ons allemaal, heren. En zegent u de verkondiging van uw woord, hier en op andere plaatsen. Heer, we bidden u dan ook voor dominee de Butter. Ook voor zijn vrouw. De kinderen. De gemeente van Rijnsburg, als ze vandaag avondmaal hoopten te vieren. Maar in één keer loopt dat anders. Heer, u weet wat er afgelopen vrijdag gebeurde. En u weet hoe het nu is. Hoe hij nu op de IC ligt. In coma is. En hoe zal het verder gaan? Wij dragen deze dienaar van u aan u op. U bent het die weet wat nodig is. U bent het die weet wat wijs is en goed is. Maar u kent ook ons verlangen. En we vragen u, Heren, om het werk van uw geest. Om wonderen. Om uw troost en kracht. Om uw genade. Geef zo ook daar wat nodig is. Heren, zegent u ons. Als we hier in de kerk zijn. Als we op afstand verbonden zijn. Midden in het leven staan. Oud zijn, jong zijn. Heren, wees ons nabij. Ook als we misschien te maken hebben gekregen met lijden. Met gemis. Dat leven in de moederschoot stopte. Heren, dat is verdrietig. Dat raakt. De blijde verwachting omslaat in zwaar verdriet. Wees nabij, Heren. Zegent u ons zo allen, in alle vreugde en alle zorgen. Spreek tot ons, omdat wij zullen belijden dat u, onze Verlosser, leeft om Jezus wil. Amen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel heb ik nog een kinderbijbel meegenomen. Speciaal voor de jongens en meisjes vanmorgen. En ja, als je dit plaatje bekijkt in de kinderbijbel, dan heb ik al wel een klein ideetje waar jij aan denkt. Want ja, je ziet er een vrouw lopen, je ziet dat daar een steen is en dat er een ingang is die open is. Wie weet over welke geschiedenis dit gaat? Wat beeldt dit ook alweer uit? Wie heeft een idee daarvan? Wat gebeurt hier precies? De verschillende zie ik heel hard nadenken. Ja, zeg het maar. Ja.
Dat de Heer Jezus uit het graf is opgestaan, ja. En Maria, een van de vrouwen, die is die ochtend... Ja, zij wist dat de Heer Jezus gestorven was, maar zij is die ochtend naar het graf toegegaan... en zij komt bij het graf, ja, en de steen is weggerold. Wat zegt dat nou? Nou, dat de steen weggerold is, dat betekent, zeg maar, dat de Verlosser leeft. De Heer Jezus was haar zaligmaker, haar redder, haar verlosser, maar die was gestorven... Maar ze komt bij het graf en weet je wat ze mag zien? Mijn verlosser leeft. En ook al snapt ze op dat moment nog niet alles daarvan. Toch mag ze gaan leren dat het nou voor haar alles verandert. Dat zij weet, mijn verlosser leeft. Hij leeft en ik met hem. Nou, vanmorgen lezen we niet over de opstanding van de Heer Jezus, maar over Job. Job die ook belijdt, in alle zorgen die ik heb, weet ik, mijn verlosser leeft. Laten we samen gaan lezen uit Job 19. En vanmorgen kijken we daarmee naar een hoogtepunt in het boek Job. Dat hij weet dat zijn verlosser leeft. Vanmiddag zullen we kijken naar een kernpunt in het boek Job. Vanmorgen naar een hoogtepunt. We lezen samen Job 19 in zijn geheel. En vervolgens zingen we het Psalm 32 opnieuw over verlossing. Omringt me daar en mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En als u goed oplet, dan ziet u een opbouw in de psalmen. Dan ziet u dat er eerst gebeden is, in psalm 25 en 70. We hebben uw verlossing nodig. En hier mogen we met blijdschap de verlossing van de Heere melden. En zo heb ik geprobeerd daar een opbouw in te maken. Psalm 32, vers 4 en 6, na de schriftlezing. Leest u met mij mee. Job antwoordde echter en zei, hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al 10 keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen. Maar ook als ik werkelijk gedwaald heb, zal mijn dwaling dan toch bij mij overnachten? Als jullie je werkelijk boven mij verheffen en mijn schande als bewijs tegen mij aanvoeren... Weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met zijn vangnet omsingeld heeft. Zie, ik roep, geweld, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht. Hij heeft mijn weg versperd, zodat ik er niet door kan gaan. En op mijn paden heeft hij duisternis geplaatst. Van mijn eer heeft hij mij beroofd. En de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken... zodat ik ten onder ga en heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Hij heeft mijn toorn tegen mij laten ontbranden en mij tegenover hem beschouwd als een van zijn vijanden. Zijn troepen zijn tezamen gekomen. Ze hebben een weg naar mij gebaand en zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan. En wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg. En mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn slavinnen beschouwen mij als een vreemde. Een buitenstaander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn dienaar, maar hij antwoordt niet. Ik moet hem smeken met mijn mond. Mijn adem is vreemd voor mijn vrouw. En ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen verachten mij. Als ik opsta, spreken zij mij tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde... hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn beenderen kleven aan mijn huid en aan mijn vlees. En slechts mijn tandvlees bleef mij over. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? En worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och! Werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen.
En mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Voorzeker, jullie zouden moeten zeggen, waarom vervolgen wij hem eigenlijk? Want de wortel van de zaak wordt in mij gevonden. Wees zelf maar bevreesd voor het zwaard. Want woede is een van de misdaden die het zwaard verdienen. Omdat jullie weten dat er oordeel is. Zover Job 19. Thank you.
Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 107 en daarvan vers 16 en ook vers 22. En dan zingen we aan het einde van vers 16. En dankbaar bij het gemeen, God hun verlosser noemen. Psalm 107 vers 16 en 22 na het amen van de verkondiging. Het thema voor de preek is Mijn verlosser leeft. Drie punten als structuur. We kijken allereerst naar verzuchten, vervolgens naar verwachten en daarna naar verlangen. Verzuchten naar bijvoorbeeld vers 23 en 24. Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Och, Job verzucht. Maar hij verwacht ook, vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En hij verlangt ook, vers 26, 27. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ikzelf zal hem aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Mijn verlosser leeft. Verzuchten, verwachten, verlangen. Gemeente van Christus, u die hier vanmorgen in de kerk aanwezig bent, en u die op afstand verbonden bent, we gaan een hele tijd terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1871. En je ziet dat ze verdrietig zijn. Horatio en zijn vrouw Anna. Hun zoontje is gestorven. Hij had longontsteking en kwam er niet meer bovenop. Ze moesten hem begraven. Hetzelfde jaar gebeurt er nog meer. Een grote brand verwoest al hun bezittingen. In de daaropvolgende maanden worstelt Horatio. En hij vraagt zich af, wat is Gods bedoeling hier nou mee? Maar hij vindt geen antwoorden. In een brieven aan een vriend schrijft hij meer dan eens. De hemel is als koper gesloten. Ik vind geen antwoord op de vraag en het waarom en het doel van de betekenis van deze slagen. Nog is het einde niet in zicht. Twee jaar later besluiten Horatio en Anna om naar Europa te gaan vanuit Chicago, vanuit Amerika. Anna gaat vast vooruit met hun vier dochters. Maar terwijl zij op zee zijn, gebeurt noodlot. Het schip waar ze in zitten botst op een ander schip. En in korte tijd zinkt het schip naar de bodem. Alleen Anna wordt gered. Hun vier dochters verdrinken. Ze stuurt zo snel ze kan een telegram naar haar man. Die stapt op de eerste de beste boot en die gaat richting zijn vrouw. En als die in het schip is, onderweg naar zijn vrouw, en ze komen bij ongeveer de plek waar het noodlot plaatsvond, waar zijn dochters verdronken zijn, pakt hij zijn pen, pakt hij papier. En hij begint te schrijven. En hij schrijft, It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. Hij schrijft, When peace like a river attended my way, When sorrows like sea billows roll, Whatever my lot, thou hast fought me to say, it is well with my soul. Als vrede mijn weg volgt, zoals een rivier, als verdriet rolt als golven van de zee, wat mijn lot ook is, u heeft me geleerd te zeggen, het is goed met mijn ziel. Het lied tot op de dag van vandaag door veel koren uitgevoerd. En we mogen het bijvallen vanmorgen. Wat het ook is met mijn lichaam. It is well with my soul. Hoe het ook is met mijn aardse bestaan. Het is goed met mijn ziel. Hoe schuldig ik me ook weet. Ik ken hem. Het is goed met mijn ziel. En vanmorgen worden u, jij en ik uitgenodigd. Om dat bij te vallen.
Of je net zoveel tegenslagen ervaart in je leven als Rachel en Anna of niet. Of je net zo zwaar hebt als Job of niet. Of je zondig voelt of niet. Vanmorgen mogen we het woord openen. En met brood en wijn mogen we zien wie Hij is. Met dat je opstaat mag je zeggen, het is waar. Hoe het ook is, it is well. Het is goed met mijn ziel. Ja, en dan kan er nog genoeg te verzuchten zijn. Voor Horatio, voor Job, voor ons. Ja, als je dit hoofdstuk leest, dan is het eigenlijk vooral zuchten wat je leest. Job verzucht zich over zijn vrienden, over zijn verlies en over zijn verwanten. Ja, over zijn vrienden. Kijk bijvoorbeeld maar in vers 2 en 3. Hoe lang blijven jullie mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Jullie hebben mij nu al 10 keer schande aangedaan. Jullie schamen je niet om mij zo hard te behandelen? Job zegt, ik zucht. Wie zijn jullie nou? Ja, fijn dat jullie me opkomen zoeken, maar ik heb zo weinig aan jullie. Zuchten vanwege mensen. Mensen die meer kwaad doen dan goed. Mensen die slechte vertroosters zijn. Job zegt, ik kijk om me heen, maar ik heb zo weinig aan ze. Job zucht. Hij zucht om zijn vrienden, om zijn verlies. Kijk maar in vers 9 en 10. Van mijn eer heeft hij mij beroofd. En de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga. En heeft mijn hoop losgetrokken als een boom. Mijn eer heb ik niet meer. Mijn waardigheid is weg. De kroon, beeld van gezag, ik ben alles kwijt. Ik ben als een boom die uit de grond getrokken is. Ja, met wortels boven de grond. Geen voeding, geen vaste grond. Job zucht. Wat stel ik nog voor? Wie ben ik nou eigenlijk? Ik had zoveel. Wat heb ik nu? Job zucht. Vanwege zijn vrienden, zijn verlies, vanwege zijn verwanten. Kijk bijvoorbeeld maar in vers 17 tot 19. Mijn adem is vreemd van mijn vrouw. Walgelijk, kun je ook vertalen. Mijn adem is walgelijk, het stinkt. En ik stink voor de kinderen van mijn buik. Zelfs de jonge kinderen, die ontzag moeten hebben voor ouderen, die verachten mij. Als ik opsta, spreken ze me tegen. Alle mensen met wie ik vertrouwelijk overlegde, hebben een afschuw van mij. En hen die ik lief had, die ik omarmde, kuste, hebben zich tegen mij gekeerd. De mensen van wie ik het nou had verwacht, die stellen me teleur. Ze mijden me als de pest. Ik voel op me neergekeken, ik voel me maar klein. Alleen en eenzaam in het leven. Hoe denkt u dat die 2 keer och in vers 23 geklonken hebben? Och! Och! We zeggen wel eens een zucht geeft lucht. Maar ik denk niet dat het Job lucht gegeven heeft. Och werden mijn woorden maar opgeschreven. Och werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Opgeschreven, al was het maar op een snipper, dat iemand het nog kon nalezen. Opgetekend in een boekrol, kostbaar, dan kunnen ze het nalezen. Uitgehakt in de rots, zodat het nooit meer weggaat. Ik heb het zo zwaar, wat ik mee moet maken. Och. Job, hij zucht. Hij zucht om vrienden, om het verlies van zijn menselijke waardigheid. Hij zucht omdat zijn meest nabije mensen, wat er afstand gekomen is. Misschien komt u ook wel naar de kerk vanmorgen met een zucht. Ik zucht, want ik weet eigenlijk niet hoe ik verder moet. Ik zucht, want ik ben iets van mijn waardigheid kwijtgeraakt. Ik zucht, omdat ik me zorgen maak over dat verlies, over dat in mijn gezin. Ik zucht, omdat ik mezelf zo vaak tegenkom. Ik zucht, omdat ik een ellendig mens voel. Ik zondigde alweer. Ik zucht, ik keek toch weer. Ik zucht. En met een zucht ben ik maar naar de kerk gegaan. En toch is dat hier niet het laatste.
Het is niet het hoogste, niet het sterkste. Ja, er is een diepzuchten van Job, maar er is ook een hoge verwachting. En dan zijn we bij het tweede punt van de preek. Want ineens zegt hij dan, ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet wat, ik weet nog niet waar, maar ik weet wel wie. Ik weet dat hij de verlosser is. Ik weet dat hij mijn verlosser is. En hij leeft. En zo ineens, als een helder lichtflits in een donkere nacht, als een krachtige bazuinstoot in doodse stilte, ineens deze belijdenis, vol verwachting. Ik weet, mijn verlosser leeft. Maar even later is hij weg. Verdwenen. Is het donker en stil. Als je verder leest, dan merk je, Job is het weer kwijt. En toch, dit was er. Dit is er. Dit zal er zijn. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. Als je goed kijkt in het Hebreeuws naar het woordje verlosser, dan kun je dat ook vertalen met losser. En een losser is in de Bijbel iemand die het opneemt voor de kwetsbare, voor het zwakke, voor het neergedrukte. Een losser is iemand die opkomt voor het recht van de kwetsbare. En misschien is er al een jongere die gelijk al denkt aan Boas. En Naomi en Rut, zij komen uit Moab. Allebei geen man meer. En waar is dan de losser? Waar is degene die het voor hen opneemt? En dan blijkt Boas te zijn. Boas die zorgt voor nageslacht. Boas die zorgt voor eten, voor onderkomen. Boas die zorgt. Een losser zorgt voor nageslacht. En als er schuld is in je leven, dan is het de bedoeling dat de losser uit jouw familie, dat hij het voor je opneemt en ervoor zorgt dat je toch verder kunt. Een losser neemt wraak. Wraak, ja, als je bijvoorbeeld een familielid vermoord is of jij wordt vermoord, dan zal de losser bloedwraak nemen, op een gepaste manier recht doen. Een losser, dat is een veelomvattend begrip. Een omvattend begrip van iemand die het opneemt voor de kwetsbare, voor de teneergeslagene. En Job zegt, in alles wat ik heb meegemaakt, weet ik, mijn verlosser leeft. Ja, hij zegt niet de verlosser leeft, dat is al mooi. Maar hij zegt mijn, zoals Thomas het na de opstanding zegt. Mijn Heere, mijn God, mijn Heer Jezus Christus, mijn verlosser. En dan mag je het vanmorgen bijvallen. Dat ik mijn lichaam en ziel het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, mijn verlosser. Je wordt uitgenodigd vanmorgen. Of je nou heel veel avondmaal heeft gevierd, nog nooit. Je wordt vanmorgen uitgenodigd om te midden van alle verzuchting, om het mee te beleiden. Ik zeg, Job, ik kom naast je zitten. Jij moet misschien wel meer zuchten dan ik. Maar wij weten samen, onze verlosser leeft. En geloof je dat? Dat hij ook echt jouw verlosser wil zijn? Gelooft u dat? Dat hij ook leeft? Kijk, in Israël gebeurde het wel dat er geen losser was. Het gebeurde ook dat er wel een losser was, maar die pakte zijn taak niet op. Die liet het maar lopen. Die denkt, nou dat doe ik niet. Dat is heftig. Maar deze losser schittert niet in afwezigheid, maar in aanwezigheid en welwillendheid. Onze Heer Jezus Christus wil niets liever dan uw, jou en mijn verlosser zijn. Al is er een ziekte die je lichaam sloopt. Heb je zonde als haren op je hoofd. Al top je met allerlei dingen van allerlei aard. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dan kijkt je aan. Ik leef. Wie in mij gelooft, zal leven. Vlucht dan vanmorgen tot deze Jezus. Vlucht tot hem als je zo arm bent als Job. Al ben je zo vuil als Job. Al ben je zo onrein als Job. Al ben je zo zondig als Job. Kom tot deze Heer Jezus. En weet, hij is niet alleen de verlosser, maar hij is ook mijn verlosser. Zo mag ik het proeven. Stukje brood,
Eén slokje wijn. Het is een levensjubel in een klachtenboek vol ellende. Het is een loftrompet in een muziekboek vol mineur. Een lichtflits in een donkere nacht. Maar ik proef, ik weet. It is well. It is well. With my soul. Afgelopen week luisterde ik een aantal keer een koorbewerking van het lied Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Because He Lives, all my fear is gone. Because I know He holds the future. Life is worth the living, just because He lives. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Want ik weet, Hij heeft een toekomst. En het leven waard, omdat Hij leeft. Misschien twijfel je nog. Het zijn zulke grote woorden. Ja, kijk er nog eens naar vers 25. Ik weet echter, mijn Verlosser leeft. En Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Als laatste. Job zegt, ik zit hier in mijn ellende in het stof. De dood, daar gaat het naartoe. Maar dat is niet het laatste. Dat is niet het einde. Dat is niet het laatste woord. Want Hij zal als de laatste, en dat kun je ook zien als de laatste, dat is degene die het woord mag voeren. Die gezeggenschap heeft. Hij zal als de laatste opstaan. Ja, en opstaan, dat kan niet betekenen gewoon opstaan. Maar het betekent vaak ook opstaan in het belang van. Hij zal als laatste opstaan in mijn belang. Ja, dat zie je aan het einde van het boek waar God komt. Maar je ziet het toch nog veel sterker in de Heer Jezus. Die na zijn opstanding zich bekend maakt als, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin, maar ook het einde. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Hij is de laatste. Hij heeft het laatste woord. Hoe je ook moet zuchten. Je hebt reden om te verwachten. Ja, dan mogen we ook echt gaan verlangen. Want we krijgen een voorsmaak. Verlangen, derde punt van de preek. Ja, maar Job. Je bent doodziek. Kijk eens naar jezelf, hoe ernstig je eraan toe bent. Het zal toch nooit meer zo worden als vroeger. Ja, je kunt van alles weer krijgen, maar je kinderen die vervang je niet. Hoezo dit? Ja, dan wordt Job in één keer heel plastisch in zijn woorden. Vers 26, zie je dat? En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben. Je kan ook vertalen met mijn huid doorstoken hebben. Is heel plastisch. Job zegt, als ik sterf, dan lig ik in het graf. En dan zal dieren mijn huid doorsteken. Dan zal ik door ongedierte worden doorknaagd. Mijn lichaam wordt afgebroken. Ja, en dan Job, als je dat dan voor ogen houdt, dat je dat lichaam zo ten onder gaat, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Job, hoe bedoel je dat nu? Als je lichaam dood is, hoe kun je dan met je ogen kijken? Dat kan toch niet? Job zegt, omdat ik weet dat mijn Verlosser leeft, weet ik dat dit het einde niet is. Er komt nog meer. Diep in het Oude Testament hier, proef ik, weet ik, zie ik, dat het waar is. Er komt nog. En zo is het avondmaal van morgen voor ons voeding, voor de hoop. De hoop dat het beste nog komt. Wij vieren avondmaal, totdat Hij komt. Wij vieren het avondmaal met verwachting. Job zegt in vers 27, ik zelf zal Hem aanschouwen. Mijn ogen zullen Hem zien. Broeders en zusters, Job die zegt dit. En het kan ook voor ons, onze belijdenis zijn. Je mag het meevallen, bijvallen. Als je kijkt naar de Heer Jezus. Die de Vader niet meer kon zien. Toen Hij hing op Golgotha. De Vader keerde zich van Hem af. Het was donker. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Hij wist het niet meer. Hij deed dat. Dat wij mogen weten, in al ons zuchten, met al ons verwachten, dat we een verlangen mogen hebben. Ik zelf zal Hem aanschouwen en mijn ogen zullen Hem zien. Niet een vreemde, staat er. Niet een vreemde, dat bedoelt, eigenlijk wil Job zeggen, God is voor mij geen vreemde. Ik ken Hem.
Ik zal geen vreemde tegenkomen, maar ik zal hem zien, die ik nu soms niet ervaar. Of ik niet altijd weet hoe het moet. Of ik weet, hij is er. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zal hem zien. Dat is toch geweldig? Als je iets mag zien, een fractie van hem, die zegt, ik geef mijn leven om jouw verlosser te zijn. Straks hem zien van aangezicht tot aangezicht. Johannes die schrijft, geliefden, wij zijn nu nog kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, als het verschijnt, dat wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Dan mag je de verlosser zien. Dan mag je de vader zien die zijn zoon voor jou verlaten heeft. Mag je de zoon zien, het lam van God, die alles voor je over heeft gehad. En de geest die je ogen daarvoor geopend heeft. En zo mag je oefenen in verlangen. Het zou toch geweldig zijn om nooit meer te hoeven zuchten. Nooit meer te hoeven klagen. Nooit meer pijn. Geen angst. Maar hem zien in zijn heerlijkheid. Job zegt, mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Mijn nieren, het binnenste in mij. Ik verlang naar, het bezwijkt ernaarvan. Paulus schrijft, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Nieren zijn verbonden met blijdschap en vreugde. Job zegt, kijk omhoog. Ik heb nog veel te verzichten om me heen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En ik verlang ernaar om hem te zien. Steeds meer en meer. Want ik weet, als mijn lichaam zinkt in de aarde, omdat ik gestorven ben. Het is mijn vast geloofsvertrouwen. Blijft mij een gebouw bewaard. En het geloven wordt aanschouwen. Ik zal aan stof van de aarde ontvluchten. En dan eeuwig Jezus zien. U wordt vanmorgen uitgenodigd om dit bij te vallen. Job zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. En u zegt, het hopelijk ook, dat u God uw verlosser noemt. Amen.
zullen we samen het tweede deel van het formulier met elkaar lezen. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de beloften die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij, onder de last van onze zonden en van Gods toren in de hof van Gethsemane, bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, omdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, omdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, omdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelf zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, omdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, omdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Omdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hem die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Evenzeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en evenzeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij, voor onze hongerige en dorstige zielen, tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd, en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en in brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader,
van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, omdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Zullen we samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, omdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 72, het zevende vers, over de Heere, dat zijn hulpen wil hij ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 7. En dan wil ik tussen ook degene die boven zitten en die het avondmaal willen vieren, wil ik uitnodigen om bij het voorspel van deze psalm naar beneden te komen en uw plaats daar in te nemen.
Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen, door de werking van de Heilige Geest, zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De diakenen zullen nu het brood uitdelen. Als u deel wilt nemen, dan zou ik zeggen, als ze bij je bank komen voor u, gaat u dan staan. Neem een stukje brood bij u, gaat u weer even zitten. En als ik de instellingswoorden uitgesproken heb, zullen we het gezamenlijk tot ons nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
De diakenen zullen nu de wijn uitdelen. Dan geldt hetzelfde voor als bij het brood. Als ze de bank voor u inlopen en u wilt deelnemen, ga dan staan. Pakt u het cupje wijn, gaat u weer even zitten. En als ik de instellingswoorden heb uitgesproken, dan zullen we het gezamenlijk tot ons nemen. De drinkbeker der dankzegging, waardoor we dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Ik wil een paar versen lezen uit Efeze 2. Efeze 2, vers 4 tot en met 7. Er kan in het leven soms veel te zuchten zijn. Vanwege je omstandigheden, vanwege wat je als mens aankunt, wat je overkomt, vanwege je zondige neigingen. Maar vanmorgen mogen we Job bijvallen. Ik weet, mijn verlosser leeft en ik proef iets van wat er gaat komen. Dan staat er in Efeze 2 vanaf vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ten opzichte van alles wat er kan gebeuren, zegt Paulus, maar God, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Zullen we samen zingen uit Psalm 42, het derde en ook het vijfde vers.
Zullen we samen de Heere danken en bidden. Wat een wonder, Heere, dat u zo tot ons kwam. In woord, gezang, orgelspel, sacrament. U komt tot ons en u bevestigt ons uw hartelijke liefde voor ons. Wat een wonder, Heere. Wij loven en prijzen u voor de verlossing die u schenkt. We danken u, Vader in de hemel, dat u ons dit zo geeft. Dat we zo stil mogen staan bij het offer wat u hebt gegeven door uw Zoon los te laten. Dat hij voor ons de verlosser kon zijn. U, Heer Jezus Christus, loven en prijzen wij. Want u, onze verlosser, leeft. U regeert tot in eeuwigheid. Dan hebben we soms nog veel te verzuchten, Heere. Het ligt zo vaak ook in onszelf. Maar wij hebben verwachting. Want u leeft. We verlangen er ook naar, Heer Jezus, dat u komt. Het zal het goed zijn. Het zal het heerlijk zijn. Uw shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt u nieuw. Heerlijk, Heer, om u dan te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Geef wat niemand van ons dan hoeft te schrikken. Maar dat we vol vreugde u mogen zien en aanbidden. Het eeuwige leven mogen ervaren ten volle. Dank u wel voor deze voorsmaak. Dank u wel dat we dat bij mochten vallen. Zegent u het verdere verloop van deze zondag. Zegent u ook de tweede ochtenddienst die straks zal plaatsvinden. Het andere deel van de gemeente ook dan samenkomt. En dan geven we dan ook de diaken weer wat nodig is. Zie naar ons om. Zegent u ons en leidt u ons. Omdat we dat weten dat u onze verlosser bent. Verder kunnen, vandaag en in de toekomst. Om Jezus wil. Amen. U mag u de Heere dienen met uw gaven. En dan zingen we onze slotzang, dat is Psalm 111, vers 5. En dan zingen we, hij is het die verlossing zond. En al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, vers 5.
Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.